In het centrum van Ede is op Hemelvaartsdag voor de 6e keer Sporten voor Duchenne gehouden. Op dit evenement wordt er met kraampjes en sportieve activiteiten geld ingezameld voor de spierziekte Duchenne. Ook tijdens deze 6e editie waren er weer nieuwe activiteiten. We hebben dit jaar weer een hoop nieuwe dingen gedaan. We hebben op de markt mini bikepark gerealiseerd waar we de jongste jeugd kennis laten maken met BMX, skaten en skateboarden. We hebben de podia verbeterd. Is die vernieuwing ook nodig om het evenement al populair te blijven houden? Ja, ik denk als we elk jaar hetzelfde zouden zijn blijven doen als wat we gedaan hadden, dan denk ik niet dat we de groei zouden maken die we nu doen elk jaar. Dansvoorstellingen en sportende mensen vormden de boventoon op het Marktplein. Turners lieten aan bezoekers zien wat zij allemaal in huis hebben. En nu ben je aan het turnen, aan de stok, je hebt blonde krullen. Hoe vaak krijg je te horen dat je Epke Zonderland bent? Nou, niet dat ik ben, maar ze zeggen heel vaak dat ik erop lijk. Dus... Vind je dat? Ik vind het wel grappig. Maar ja, ik zal waarschijnlijk nooit op het niveau van Epke komen, maar het is wel leuk. Ja, hoe je om jezelf heen rijdt. Eerst moet je kijken hoe die eruit ziet, hoe het idee is. En ja, je moet in je hoofd een beeld maken van wat je wil gaan doen. En dat moet je eigenlijk gewoon uitvoeren, gewoon een beetje lef hebben. En dan, Je doet je eigen gedachten na. Ja, eigenlijk wel, ja. De turnkunsten zien er dan misschien gelikt uit. Het gaat niet altijd helemaal vlekkeloos. Ik kwam met mijn heupen pijnlijk op de rek neer. Met je heupen? Ja. En ik denk dat ik straks waarschijnlijk 2 rode vlekken heb, maar... Om de dag zo goed mogelijk in beeld te brengen, waren ongeveer 20 leerlingen van de filmopleiding van ROC A12 aanwezig om de activiteit te registreren. Derdejaars Tom had deze dag de leiding over de montage. Nou, ik zorg ervoor dat mijn 4 editors hier hun items op tijd af hebben, dat die naar mij toesturen, dat ik ze op tijd binnenkrijg, dat ik er een uitzending van maak en dat ik ze uiteindelijk doorstuur naar degene die ze op het groot scherm... Hoeveel deadlines heb je vandaag? Even kijken, 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur. Tussen de 7 en de 8. Het zijn er flink veel. Lijkt me ook stressvol dan. Het is redelijk stressvol, ja. Ja, het bloed begint op een gegeven moment wel een beetje te koken, ja. Deze en nog veel meer mensen waren in de weer om uiteindelijk geld in te zamelen voor die ernstige ziekte. Een ziekte die onder andere de 17-jarige Matthijs heeft. Hij is blij dat deze dag georganiseerd wordt. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met de gevolgen van Duchenne. Dat je bijvoorbeeld niet kan fietsen of kan lopen. Ik heb zelf mee dat ik wel lastig vind om mijn vrienden te maken en zo. Ze kijken andere mensen je dan raar aan omdat je dan in een rolstoel zit. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ik had een goede vriend, maar misschien denken ze dan dat ze anders zijn. Maar je bent eigenlijk gewoon hetzelfde, maar je zit alleen in een rolstoel. Dat is het vervelende. En dus het verzoek om geld te blijven storten. Want daarmee kan onderzoek worden gedaan naar nieuwe medicijnen. Inmiddels is er een medicijn ontwikkeld, mede door zo'n dag hier in Ede. Dat medicijn is ontwikkeld met geld wat door dit soort dagen bij elkaar gebracht is. En dat is al begonnen in 1994 en we zijn nu 20 jaar verder. En we hebben nou echt voor het eerst een serieus resultaat geboekt.